Ik ben Mariska Schomper, kunstenaar en docent beeldende vorming en ik woon in Teylingen. In het voorjaar van 2017 vroeg Marjan Kovoet van Welzijn Teylingen mij of ik een kunstwerk zou willen maken aan de hand van een bestaand schilderij. Dit schilderij kwam tot stand met een aantal vrijwilligers tijdens de vrijwilligersfeesten in 2015 en 2016. Het zou een trofee moeten worden en ik dacht meteen aan een gouden kalf dat uitgereikt wordt bij filmproducties, maar dan niet van goud. We kwamen uiteindelijk uit op een pauw, omdat hij trots uitstraalt. Trots waarmee Welzijn Teylingen en de gemeente hun waardering kunnen uiten aan de vrijwilligers. En de pauw uit Park Rusthof wandelt regelmatig in het centrum van Sassenheim. Het is een behoorlijke zoektocht geweest om het beest te maken. Ik heb met cocktailprikkers de pennen van de veren nagebootst en er een stuk in behangerslijm gedrenkte doek omheen gedrapeerd. Na droging de doek bijgeknipt en gevormd. Tijdens het proces heb ik vele malen getwijfeld of ik opnieuw zou beginnen, maar ik heb toch doorgezet. De uiteindelijke vorm is abstracter dan een echte pauw. En door de collage is de vogel een vrije, fantasierijke paradijsvogelpauw geworden. Hij staat voor trots. Ik hoop dat degene die deze vogel wint er een mooie plek voor heeft. De Teylingen prijzen. In 2017 zijn we gestart met een nieuwe opzet van het waarderen van vrijwilligers. De gemeente en Welzijn Teylingen willen laten zien wat er met vrijwilligers tot stand kan worden gebracht. De drie winnaars van het jaar zijn een prachtig voorbeeld en er hadden moeiteloos nog een aantal prijzen uitgereikt kunnen worden. Blijf dus vooral uw projecten insturen in 2018. Driemaal per jaar wordt een Teylingenprijs uitgereikt. Het hele jaar kunnen er nominaties worden ingediend. Iedereen mag een project of een activiteit nomineren. Bij de beoordeling wordt gelet op de meerwaarde van het project voor de Teylingen samenleving. We kijken naar verbinding, passie en hoe onderscheidend het is.